Ja, mensen, je wordt hier als criminelen wordt hier weggehaald, als hooligans. Terwijl wij met gewoon normale, vredelijke, vredezame, vriendelijke houding waren. Wij praten, hun gebruiken direct handtastelijkheden en duwen en trekken. En mij heel erg intimideren. En waar gaat de vordering heen? Waar moeten we überhaupt naartoe? Ik ben ontheemd, meneer. Ik ben dakloos. Ik ben dakloos door deze regering. Die alleen maar woningnood veroorzaakt. En alle nieuwe woningen gaan naar Oekraïners. Er zijn helemaal geen woningen beschikbaar, meneer. En als je het al wil, is het onbetaalbaar. Of moet je een hypotheekslaaf worden? En deze meneer speelt met mijn mensenrechten. Handtastelijkheden. Gewetenloos. Die hebben es niet gewoest dat jullie voor de boeren daar stonden. We dachten dat jullie het leuk vonden om hier in de regen en in de kou te staan elke dag. We wisten niet dat we zo'n corrupte regering hadden. Dat zullen jullie binnenkort zeggen. Maar de strafbare feiten zijn al gepleegd. De misdaden tegen de menselijkheid. Opgejaagd als een hooligan loop je door Den Haag. De reden is onbekend. Om in blauw, om in blauw. Eerst zouden we gefaciliteerd worden en nu worden we geëlimineerd. Het kan snel verkeren hier. Wie slaapt in een democratie wordt wakker in een dictatuur. Maar niemand wordt wakker. We accepteren het maar. Het nieuwe normaal is niet normaal. Niet normaal maken wat niet normaal is. If you stand for nothing, you fall for everything. Als je geen kennis hebt, dan ben je vatbaar voor leugens en bedrog. Het landbouwakkoord is nog bezig. Het debat, maar wij zijn niet welkom. Discriminatie. Ho, ho, ho. Ho. Ja, dan zien we de rest van het volk. Ja, je wordt gewoon opgejaagd als spreken. Dit is het nieuwe normaal, mensen. Police everywhere, justice nowhere. Politie overal, rechtvaardigheid nergens. Ja, maar als we nu gaan slaan, dan is het van. En ze hebben het niet door hoor, dat wij de goede mensen zijn. Dat wij opstaan tegen onrecht. Toch meneer? Alles wat je hier koopt is van de boer afkomstig bijna. Maar de boeren moeten weg. Hongersnood moet er komen. Schaarste moet er komen. Alles moet onmogelijk duur worden. Iedereen failliet, iedereen in schuld. En dan een basisinkomen invoeren. Geen boer, geen bier. Geen boer, geen bier. De politie assisteert ons. En er zijn niet iedereen is hier nuchter hoor. Geen boer, geen bier. Ik heb geen druppel op mensen. Maar wat hun op hebben, gaat daar ver boven. Kijk maar naar die ogen. Sommigen staan strak. Ze staan strak. Kijk, we maken nog wel een goede demo hier. Want ja, iedereen kijkt natuurlijk. Wat is dit? Welkom in Nederland, Noordzee, Korea. Als je voor de boeren bent, kijk hoe ze met je omgaan. Kijk dan, ze zijn er nog. En we gaan nog niet naar huis. Nog lang niet, nog lang niet. Want de politie is achter ons aan. En nu wordt er wel een dingetje hoor. Hoe zijn er voor zo'n dingetje? Applaus voor deze mensen die zo hard werken om het volk in onderdrukking te houden. Nederland vrij, geen WEF-maatschappij. Nederland vrij, geen EU-slavernij. Wie de boeren laat stikken, heeft straks niks te bikken. Wie de boeren niet eert, is de vreten niet weerd. Laat ze lekker krekels eten.
Hier spreekt het volk! Nederland politie staat! Nederland politie staat! Landbouwakkoord is massamoord! Landbouwakkoord is massamoord! Democratie verdwenen! Alles moet kapot, mensen! Great reset! Totale vernietiging van de mensheid! Word wakker! Ja mensen, ik zou net naar binnen gaan, komt de ME aangescheurd, aangerend om mij uit de Tweede Kamer te verwijderen. En het ging om 40 tot 50 ME'ers. En het gaat helemaal verkeerd hier. Ik ga denk ik naar huis, want ze hebben mij al gedreigd te arresteren. En daar heb ik gewoon geen zin in. Ik slaap liever in mijn eigen bedje. Ik ben niet dakloos, maar ik wil hen alleen confronteren. Want ik spreek namens mensen die wel dakloos zijn. Ik heb geen eigen huis, maar ik ben wel altijd goed onder de pannen. Ik heb altijd te eten en te drinken. Maar, ook door jullie steun natuurlijk. Maar wat hier gaande is, is duidelijk mensen. Ik zou gewoon netjes naar binnen gaan. Ik ben met twee politieagenten in gesprek geweest. Ik zou naar binnen gaan. En precies op dat moment komt de ME aangescheurd, aangerend. En word ik met geweld verwijderd uit de Tweede Kamer. Waarom? Werd geen reden gegeven. Jullie zijn hier niet welkom. Max, de beveiliging heeft net gesproken. Je bent welkom. Even later. Max, de beveiliging heeft gesproken. Jij bent niet welkom. Dus wie is nou hier? Wie ligt hier nou? Wie loopt hier nou de boel te besodemieteren? We hebben de hele dag netjes onze stem laten horen. Onze acties gedaan. En je wordt als grof vuil hier weggegooid, weggevaagd en gedreigd met arrestatie. Nou, voor mij zit het erop, denk ik. Ik ga iedereen gedag zeggen. En de volgende ben ik er weer bij, hoop ik. Fijne avond, mensen. De beelden staan erbij dat ik ben gaan zitten en liggen bij de ingang van de Tweede Martelkamer uit verzet. En op dat moment word ik gedreigd met arrestatie. Steun de boeren, mensen. Blijf doorgaan met strijden. Want we hebben niks te verliezen en we hebben alles te winnen. Je doodvonnis is al getekend. Dead at sea, zeggen ze zelfs. Je BSN-nummer is je slavennummer. Wanneer de aangifte wordt gedaan, ben je eigenlijk doodverklaard bij je geboorte al. Je hebt geen rechten. Je mag alleen maar doen wat de dictators en totalitaire leiders, globalisten, willen. En als je daar voor jezelf opkomt, dan word je gecriminaliseerd, gepsychiatriseerd, gemarteld, geëlimineerd. En heel veel mensen lopen hier nog rond alsof ze leven in een vrij land. Terwijl ze allemaal al verslaafd zijn aan de smartphone en andere dingen, AI. En worden zwaar gemanipuleerd en misleid. Sta op voordat het te laat is. Red wat er nog te redden is. Toon een liefde voor de mensheid. Sla een arm om iemand heen en zeg: God houdt van je. Ik hou van je, we zijn samen. We laten dit niet gebeuren. We laten dit niet toe. Ja mensen, politie op motor. ME, 5 busjes, 6 busjes. Ik zie jullie later weer. Ik denk dat ik zo naar huis ga. Ik ben er wel een beetje klaar mee nu. Ik wil niet gearresteerd worden.